So, good morning from Majes. Odi, how are you guys doing? Today I want to bless you guys with a verse, a Bible verse. And it's written in Psalm 116. En dat stukje gaat dus dan over gered uit doodsgevaar. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij ontvangen. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des Heren aan. Ach Heere, red mijn leven. Genadig is de Heere en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Heere bewaarde eenvoudigen. Ik was verzwak, maar hij heeft mij verlost. Dank u, Jezus. Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Heere u heeft wel gedaan. Het is een hele lange tekst, maar ik wil één ding zeggen, dat God onze gebeden verhoort. Weet je, je kan gewoon Psalm 116 openslaan en je kan het beginnen te lezen. God heeft onze gebeden verhoord. He did not leave us. And when we are crying, when we are praying, when we are seeking God, God is hier. Weet je, soms denken we dat we alleen staan in de strijd. Maar God is hier. Ik weet niet waarmee je zit of, ja, of wat je zo graag wil. But misap maar sani dat tegen je biggie. God is ook you, zou je op van doen. Soms willen we dingen gelijk hebben. Maar God's timing is not our timing. Is om soms ons de rust te houden. We wachten niet op God. God wanneer. We wachten en blijf niet steeds klagen erover. Maar je hebt gebeden. Je hebt gebeden. Uiteindelijk begint God gewoon te danken. Voor hetgeen je hem hebt gevraagd. Stel je hebt hem gevraagd voor een nieuwe fiets. Of something. Al heb je het nog niet. Begin hem gewoon te danken. Zeg dank je Jezus. Dank u, Jezus. Dank u. Thank you dat ik het al heb. En het is in geloof. Soms moeten we gewoon in geloof spreken dat we het zullen hebben. Weet je? En God zal ons beschermen. Al zou de dood op ons wachten. Al had iemand de dood voor ons gepland. Weet je? God is God. En hij bepaalt wanneer. En niemand anders kan dat voor ons doen. Niemand anders kan bepalen wanneer we doodgaan. Dus blijf geloven. En ik hou van jou en God love you. Mwah.